omhoog houden. En dan plak je dit aan de zijde er tegenaan. En dan zit je juist waar zit je. Prima. Nou, voilà. Dit gebruikt Johannes weer in zijn tentcampagnes. Ja, perfect. En toen werd hij te oud. En toen heeft broeder Jan Kits, dus de oprichter van Evangelische Omroep, die heeft het tentenwerk van Johannes weer overgenomen. Veel later, toen werd die tent, dat ging niet meer. Toen heeft mijn oom, is dat dus, hè, mijn oom Jan Kits, het Brandpunt gekocht. In Doorn. Ja. In Doorn, ja. Ons afgelopen magazine heb ik de achterpagina. Heb ik oude foto's uit 1906 geplaatst. Yeah. Zie je treinwagons aankomen met die tentdelen erop en hoezen, Nederlandse tent zijn die. En dan zie je die immense tent. En weet je waar dat was? Dat was in Ermelo. En Ermelo had geen station. Toen hebben ze van hout, om rondom deze tentzending, van hout een station gebouwd om de mensen uit te laten stappen die met de trein kwamen, heel speciaal voor die tentzending. En na die tentzending werd het station weer afgebroken. Is dat niet te geloven? En een zus van mijn vader, die zong altijd in die tentzending, ook in Ermelo. Hallo allemaal, we vinden het ontzettend leuk dat we jullie een bijdrage mogen aanbieden vandaag met Peter Kits. Welkom. We hebben Peter Kits gevraagd of hij medewerking wilde verlenen aan de Johannes de Heerdienst met het thema Ik ben op reis. Maar helaas, door de nieuwe ontwikkelingen met het coronavirus kan deze dienst niet doorgaan. Die verschuiven we naar april. We hopen dat we dan weer in andere omstandigheden verkeren. En Peter heeft al aangegeven bij Leven en Welzijn graag weer terug te komen om medewerking te verlenen. Maar vandaag zijn we hier in de Bonifatiuskerk van Elden bij elkaar gekomen om toch wel iets heel bijzonders mee te maken. Peter zal spelen op het kistharmonium van Johannes de Heer. Johannes de Heer heeft dat altijd gebruikt in de tentzending. En ja, om nou zo eens een idee te krijgen hoe dat geklonken moet hebben toen, gaan we een oude plaat luisteren. En Peter zal voor ons ook nog enkele liederen zingen. Dus we zien uit naar toch een bijzonder moment waarin we u mee mogen nemen naar de geluiden van wel eer. Peter, welkom nogmaals. Heel fijn dat je er bent. En ja, jij gaat ons echt uit het orgeltje zelf die klanken laten horen. Maar we willen toch ook eens horen hoe dat nou klonk toen Johannes de Heer dat zo deed. Doe dat maar eerst. Dus we gaan het oude plaatje dus opzetten. Ik zag jou al met de ogen dicht zo meeluisteren. Toen dacht ik, Peter ziet misschien weer een beetje het beeld voor zich van Tom. Ik denk. Want je hebt ons verteld dat je als 8, 9... Ik was een jaar 19, 9 à 10. En toen was ik op het Brandpunt met een familiedag. En daar was Johannes de Heer ook.
toen de tijd met zijn secretaresse. Zijn vrouw was overleden. En ja, het was gewoon een hele vriendelijke, leuke opa. Alleen de secretaresse was het niet helemaal met me eens. Maar dat was dus je deel dag met hem werkte, dan werd het wel ja, anders. Ja, dan worden de verhoudingen anders. Dan ben ik ook anders. Wij mogen naar jou gaan luisteren. En ik geloof dat je als eerste voor ons gaat spelen het lied Prijs de Heer met blijde gang. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel en rijke zon. All the world, so make me.
Dat mijn oom Jan Kits dat pand wilde kopen, ja. Eigenlijk in Driebergen. Het was een heel mooi pand met een landgoed erbij. En toen ging dat, op de dag dat het bij de notaris getekend zou worden, ging dat niet door. Toen belt mijn oom Jan Kits, je weet niet waar je hoort. Dag Johannes, Johannes Jengelijn. Het pand gaat niet door, ik ben heel erg teleurgesteld. En werd Johannes weer zei, dan gaan we de heer danken. En mijn oom zei nog een keer, ja maar broeder Johannes, het gaat niet door. Dan gaan we de heer danken. En toen dacht hij van nou, ik ga er vanavond naartoe, we hebben een redactievergadering van het zoeklicht. Dan zal ik het Johannes wel zeggen. Maar hij begreep het heel goed. Wat zei Johannes hier? Broeder Kits, wij gaan de Heer danken, want dan heeft hij iets beters voor u. Een dag later wordt mijn tante Nel gebeld, zijn vrouw, met de mededeling van een de Beaufort, een hele rijke bankiersfamilie. We hebben een prachtig pand voor u. Is dat, dat is ons zomerhuis, maar we stoten het af. Nou. Toen zei ik, ja, wat moet het dan kosten? Wat u in kas hebt. Ja. Dus voor een happekrats hebben ze een veel mooi pand. Met een prachtig bijgebouw, een heel mooi park eromheen. Met de vijver en alles. Dus oom Jan begreep heel goed dat Johannes de Heer zei, ja, maar dan gaan we de Heer danken.
dan heeft hij wat beters voor je. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Wij weten ook in het dwalen, op troeven daar is God. Mijn gedachten zweven, op zwijgen daar is God. Omlaag en over leven, ja, overal is God. Zijn trouwe vaderogen zien alles van nabij. Wie steunt op zijn vermogen, die dekt ten zegentij. Hij hoort de jonge raven, de kleed met bergendaal. Heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorg voor het ganse heelal. Wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en we varen af en weer. Voor de storm op hoge bodem, op de reis naar de kille stromen, gaat mij naar het godspaleis. Een lied klinkt uit de verte en verkwikt ons op de reis. Voor de storm op hoge bodem, op de reis naar eeuwigheid. Jezus is de trouwe boodschap die ons altijd veilig leidt. Reeds bij de gouden straten van de hemelstad zo schoon, hoorden wij de honden brus juichen voor Gods troon. Voor de storm op hoge bodem, op de reis naar eeuwigheid. Jezus is de trouwe boodschap die ons altijd veilig. Hier ben
We zingen in Johan de Heerdiensten vaak het lied Lichtstad met de paardenpoorten. En iedereen zegt dan dat is een Johan de Heerlied, maar nee, dat is een glorieklokkenlied. Nou vertelt Peter Kits ons net dat op diezelfde melodie in de bundel van Johannes de Heer wel degelijk een lied vermeld staat. Het is lied 893. Luister naar de blijde boodschap. Luister naar de blijde boodschap. Van het doel door God bereikt.
Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht kon stromen. Van het kruis waar het vrije ik mag gaan, om vrede te bewonen. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij, sta open ook voor mij. Die open poort leidt op ons stroom, ga door, laat niets u hinderen. Neemt op uw kruis, aanvaard de kroon, die God biedt aan zijn kinderen. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij, sta open ook voor mij. In het hemelrijk, voor Jezus troon, daar leidt een kruis tot zegen. Daar dragen wij voor kruisen kroon, door Jezus bloed verkregen. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open. Zal de wereld mooi zijn op die dag, als God zijn tent zal opslaan bij de mensen, als volken niet gescheiden meer door grenzen, ze zullen scharen onder Christus vlag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God zijn volk